Hallo en welkom maar weer terug bij een nieuwe video. Vandaag zijn we weer lekker terug in Emergency Hamburg. En we zijn vandaag de eerste dag van de update. Update 2.3. Dus we gaan eventjes kijken wat hier allemaal veranderd is. Hier is helemaal niks veranderd. Waarom ik als politie ga is omdat er veel auto's bij zijn gekomen. Maar ook echt gewoon mooie, nuttige en goede auto's. Ik heb natuurlijk 30k XP, dus ik kan alle auto's al unlocken. Maar toch gaan we er eventjes van El Cheapo naar de nieuwe dure. Gaan we er eventjes overheen. Voor 3000 XP kun je de Volkswagen Amarok unlocken. Een mooi interventievoertuig. Lampjes, sirenes zitten erop. Hij gaat niet enorm snel, maar dat is denk ik ook niet wat je zou moeten verwachten van zo'n SUV. Hij is op zich best wel snel. En ja, ik vraag me af hoe lekker die over de hobbels heen gaat. Over de stenen daar. Laten we hiermee alvast eventjes naar het park toe rijden. Want hier is het park. Het park is natuurlijk hartstikke mooi en nieuw. Was nog helemaal niks van het park. Het bezitstuk ook weer opgevuld. Er staat hier dus kennelijk een. Eventjes de auto aan de kant zetten. Zo, hop. Er staat hier dus een automaat. Soms staat hier ook een dealer. En hier is de kaart van de map, zoals ik al een keer had gezegd in een short. Hier is de juwelier. Hier begint de treinrails. Hier lopen ook de treinrails. Hier hebben we de kade. Hier is de boot waar ik nu sta. En hebben we daar de containers en de silo's. En dan hebben we hier het dorp waar we nu staan. En het gouden daar blokje Daro. Dat is waar we nu zijn. En dan eindigt Daro de spoorlijn. Hartstikke mooi. Hebben we dit ook weer gehad? Prachtig. Heel veel meer dan naast de auto's was er, geloof ik ook niet. Ik weet niet of er heel veel mensen nu wanted zijn. Nee. Dat wordt dan wel lastig om die te pakken in zo'n trage auto. Dus wat we even gaan doen is, we gaan even lekker naar de Audi Q8 kijken. Later. Ik heb tegen iedereen gelogen. Het is geen Audi Q8, het is een Audi Q5. Ja, deze is een stuk sneller. Dat merk ik gelijk al. Ik moet opeens sturen. Deze heeft, als we de verlichting voor aanzetten, heeft hij ook nog wat lichtjes achter. En als je remt, dan gaan er mooi andere lampjes aan. Even kijken. Lampjes zitten daar. Flitsertjes heeft hij ook mooi voor. Lampies werken overal prachtig. Sirenes werken. Ik had gehoord dat de parking brake niet zou werken, maar dat werkt gewoon bij mij. Er is hier wat overvallen. Dat is die bij het park, serieus. Laten wij ook eventjes naar de snelste nieuwe auto kijken. En ik ben benieuwd hoe die eruit gaat komen. 12 seconds later. De AMG GLC. Het is een auto van 25.000 XP. Hij moet wel echt heel snel en nuttig zijn om dit het waar te maken. Deze trekt wel snel op. Hij is sneller dan de M5 als het goed is. Zo lijkt hij in ieder geval niet met het optrekken. Er is een agent neer. Er is een agent neer. Gadverdamme, daar moeten we wel even naartoe. Hop, daar rent hij. Politie, staan blijven. Staan blijven, politie. Hop. Politie! Politie, staan blijven jij. Kom hier jij. Laat de wapen vallen. Laat de wapen vallen. Donders. Hop. Verdachte is geneutraliseerd. Zo, nou, die is op ondersteboven. Hij heeft pikkenbals. Nou, dat doen we maar even niet. Hier kijkt die Audi ook eens met dan ook lampjes in het achterruit en dat pitje erop. Zoveel mooier ziet hij eruit. Hier weer iemand met een Amarok, gezellig. Kiekeboe, meneer. Dan gaan we eventjes, denk ik, naar de undercover sectie met de nieuwe auto's. Want ja, die zijn ook best wel gaaf. 2000 years later. We gaan nog eventjes helemaal niet terug naar de volgende politiedienst. Want je hebt dus shift timeouts bij de politie en zo. Dat je niet snel kan switchen om je XP op te slaan. Dat is best wel irritant. Dus dat betekent dat wij maar eventjes de ambulanceauto's van noodarts gaan checken. Zijn we weer aangekomen bij de brandweer. Pakken wij emergency doctoren. Ik ben benieuwd of hier een Amarok of zo bij zit. Dat zou wel leuk zijn. De Audi Q5 zit erbij. Nou, dan gaan we die lekker inspannen. Ik heb nog allemaal spulletjes die ik nodig heb. En dan gaan we eventjes naar die agent die dood op straat lag.
Zo, hop. Mooi. Gaan we aan de kant met je sprintertje. Met je vitootje. Zo. Hop. Gaan we meneer eventjes snel een bandage geven. Deze moet het natuurlijk wel gewoon blijven doen. Hop. Use bloede transformaciones. En dan gaan we gewoon de infusions in zijn nek duwen. Er komt hier ook weer een berg politie langs reizen, daar zeg je u tegen. Gaan we daarna eventjes ervoor zorgen dat iemand nog een beetje XP krijgt van die crimineel. Hoppa, nou meneer, doet u het weer? U doet het weer, meneer. Mooi. Dan rijden wij eventjes door naar de volgende. Zo, op. Gooien we eventjes een bandage om hem heen. En dan plakken wij eventjes. De bloedtransfusion doen we dan wel eventjes in die in de agent. Er is weer opeens iemand met een emergency. Met een medical emergency. Pas op jongens, er staat daar iemand met een wapen. Pas even op. Ja, pak maar die persoon met het wapen jongens. Even kijken. Ja, die wordt al gerepareerd. Ik denk dat onze team... timeout, onze team... hoe heet het? Cooldown is, zal nu wel over zijn. Dus we gaan weer even kijken bij de undercover politie. One eternity later. Zo, ik denk ik pak gelijk maar sec. Dat is toch iets waar ik vaker op zal rijden dan undercover, denk ik. Dan gaan we eventjes alle auto's even mooi... unlocken. En dan denk ik dat ik in de Amarok ga rijden. Die staat hier. Het zou zo'n gepantserde wagen kunnen zijn. Laten wij even naar de juwelier gaan, want die wordt overvallen. 12 seconds later. Hoppa, ik denk dat wij de dief hebben gevonden. Hop. Hoppa. Zo, prachtig. Kunnen we deze in ieder geval... Ah, ik heb hem achter in de auto gestoken. Ja. Je kunt echt in de achterkant van de auto zitten. Zo, hop. Politie. Klauwtjes laten zien. En die is weg. Nou, dan gaan we deze in ieder geval even overbrengen. Als ik... Nee, serieus. Ik dacht al... Oh. Het crasht gewoon, het doet gewoon even raar. Oké, mooi. Nou, dan gaan we nu eventjes bekijken bij de juwelier of daar alles is opgeruimd. Want dit was bijna verdrietig eigenlijk. Ja, hier is alles opgeruimd. Dan denk ik dat wij doorgaan naar de volgende auto. Later. Opa, we skippen die Audi gewoon keihard, want die rijdt toch niet zo geweldig. We gaan gelijk door naar deze mooie Mercedes. Het is wel een beetje een ouder model. Het is niet een 2020 model of zo. Het is een beetje... Oh joh. Het is een beetje een maffiabaas slash undercover model. Dus ik denk dat hier ook best wel goede roleplays gedaan mee kunnen worden. Ik denk dat we even gaan wachten op een melding en kijken of hiermee lekker iemand kunnen arresteren. One eternity later. Zo, maar we kregen toch geen melding, dus dan ben ik maar even lekker naar het park toe gereden. Waar dus inderdaad dat ding is overvallen. Kunnen we hier het trappetje mee af? Ja, we kunnen er in ieder geval mee af. Of we er ook nog op kunnen is de tweede vraag. Nou, die is juist gerepareerd, mooi. En die vlag die hangt, dat is dus de Duitse vlag en de vlag van Hamburg. Ik weet niet of mensen daar wat aan hebben hier, maar... als ik nu serieus hier vast zit, dan kan ik eigenlijk echt wel janken gewoon. Hop, de ruit joh, doen we even. Zijn er mensen wanted? Precies niemand. Oh, dat komt goed uit, want... Helemaal niks. Dan gaan we denk ik maar even bij de ADAC kijken of daar nieuwe auto's zijn. Waarvan ik er zeker ben dat de Amarok daar wel is. Maar gaan we even kijken of de rest er ook zit. Later. Zo, aangekomen bij de ADAC. Is er inderdaad alleen een Amarok die we kunnen pakken. Dus wij gaan denk ik maar even lekker wachten op een melding. 12 seconds later. Ik ben maar eens door het park heen gerend. Ik zie hier een of andere gek groen ding. Ik weet niet, het ziet eruit als een soort van grote put of een alien landplaats of zo, weet ik veel wat hier allemaal nog gaat gebeuren. We maken ons in ieder geval klaar voor een alien invasie. Kunnen we hier ook deze gekke controlecontainer in?
Geen idee. Ik vind het maar raar dat dat gekke groene ding daar zit. Ook gewoon midden in dat grasveld. Laten we even kijken of de schommels het doen. Dat zou wel leuk zijn als de schommels het doen. Hop. Nee, schommels doen het niet. Dat zou wel een goede toevoeging zijn als de schommels ook daadwerkelijk werkt, hè. Dus voor alle kleine kinders, je hoeft niet naar het park als je wilt schommelen, want dat kan daar niet. Zo op. En die Amarok doet het aardig goed over de stenen heen. Hoppa. En deze zijn wat hoger. Hoppa. Knallen we gewoon overheen. Prachtig. En ik had ook gezien dat hier een stopliggie stuk was. Dus wij gaan maar eventjes hier staan, denk ik. Zo op. Eventjes achteruit. En dan gaan we eventjes lekker de boormachine erin duwen. Zit er nu ook zo'n minigame bij als in Irazine? Nee, oké. Okay. Op zich is dat ook niet heel erg. En ik ben erachter gekomen dat als je zo in de. Oh, dan moet ik wel even de auto open doen. Dat als je achterin gaat zitten, dat je dan met je arm op dat ding gaat hangen. Dit is echt zo'n geweldige toevoeging, die Amarok met die pick-up. Ik vind dit zo goud. Dat je gewoon letterlijk achterin kan zitten. Dat is echt een toevoeging die weinig spellen. Ik denk gewoon geen spellen hebben. Hier loopt het nou een beetje vast. Ik weet niet wat hier nou weer aan de hand is. Maar ja, ik denk dat we het zo'n beetje wel gezien hebben voor vandaag. Met de trein is niet zoveel veranderd. Er zijn geen andere meldingen bijgekomen. Dus ik heb ook geen idee wat dat groene plaatje is. Wordt een UFO-landplaat? Is het gewoon een grote put? Of komt daar misschien een criminele basis? Ik ben benieuwd wat er allemaal zit. Dus of het nog gaat komen. En ja, om erachter te komen, ja, gaan we gewoon weer lekker veel video's maken. En dan zien we jullie graag terug bij de volgende video van Emergency Hamburg 2.3. Of ja, misschien dat er binnenkort alweer een 2.3.1 uitkomt, weet ik veel. We gaan lekker wachten op die updates. En dan zien we jullie graag weer bij terug. Tot de volgende. En abonneer maar even lekker.